Ja, ik kijk als venue director kijk ik met ongelooflijk veel plezier terug op het WJK hier in Enschede afgelopen zomer 2005. Er was een geweldige sfeer. Het stadion zat goed vol. We waren vergeleken met de andere speelsteden, hadden we duidelijk de meeste toeschouwers relatief gezien. Het Nederlands elftal speelde hier natuurlijk niet. Samenwerking met de gemeente Enschede was meer dan voortreffelijk. We zijn wereldwijd op de kaart gezet. En we hebben hier met onze vrijwilligers, want dat zij gezegd, zonder vrijwilligers hadden we dit absoluut niet kunnen draaien. We hebben een geweldige vrijwilligersavond gehad. En last but not least hebben we ook geweldige medewerking gehad van de beide clubs die heel dicht betrokken waren bij dit WJK, te weten Richtersbleek en Sparta. Vooral ook Sparta heeft op het allerlaatst ingesprongen, omdat een andere club ons een beetje in de steek liet. Richtersbleek heeft het ook fantastisch gedaan en met heel veel enthousiasme kijken we terug op dit project. En ik denk dat Enschede daar als sportstad trots op kan zijn.